Bart Wiesta en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, we gaan weer lekker door met de Kruidvat vlog. Ja, Kruidvat. Het is Kruidvat, action, trekpleister. Alles wat er lag heel erg veel. Er liggen nog steeds heel veel pops, pins, etc. Dus daar moeten we natuurlijk een video van maken. We hebben al deel 1 en 2 gehad. Vandaag is deel 3 en er komt ook een deel 4. En dan kan ik jullie vertellen, en dan heb ik nog steeds niet alle pops behandeld die ik allemaal gekocht heb daar. Dus er komt binnenkort gaat er nog iets van de Kruidvat aankomen. En van de Action Trekpleister, et cetera. En pops, pins gaan er ook aankomen. Echt heel erg gaaf. Goed, wat gaan we nog meer doen? We gaan iemand blij maken natuurlijk met 30 euro shot doet. Ja, volgende video kon je kans maken tijdens de Summer Special, noem ik maar eventjes. Kon je kans maken op 30 euro shot doet. Je moet de hashtag Europe doen. Dat was misschien niet zo goed te verstaan. Maar Europa, Europe, ik noem het allebei, reken ik het goed. Goed, er is genoeg ingezonden. Dus we hebben er weer naar. Gaan we aan het einde van de video bekendmaken. En vandaag kun je wederom kans maken op 30 uur shoptegoed. Zo, shoptegoed van Postportal. Zeker te weten, komt bijna in woorden. Echt heel erg gaaf. Wat moet je doen? Ja, een video geliked, heb ik abonneerd zijn. De Instagram pagina van Postportal moet je volgen. Echt doen, we controleren het. Doe je het niet, helaas, dan gaat het feestje helaas niet door. Het is gewoon heel simpel wat je moet doen. Dus doe dat. En die hashtag plaatsen die ik tijdens de video ga zeggen wat je moet doen. Goed, dat gezegd te hebben, vandaag gaan we lekker verder met de Kruidvat of Action en Trekpleister. Ja, er lag genoeg, er lagen heel veel pops, hele vette pops. In deel 1 en 2 hebben we natuurlijk het een en ander al behandeld. Dus ik laat jullie heel snel zien en ik laat jullie ook niet te lang wachten wat we allemaal in deel 3 gezien hebben. Dus we gaan beginnen. Ook. Even kijken. Wat is hier hebben. Hier is wel wat grijze. Die is wel gaaf. Ja. Hier is even naar binnen in Oosterhout. Hier zie ik wel het een en ander. Nicky. Oh, nog niet deze. Toch een pakken scoren. Nicky erbij. Top. Je ziet 50% korting zelfs. Ja. Is cool, hè? Ja. Dit is wel heel vet. Yes, deler 50% korting. En dan hebben we hier nog Heise Sasaki en de Major. En deze cookie. Die hadden we al. Die hebben we ook al. Deze pak die stukjes even weg. En deze. Nou, die hebben we allemaal, want deze ziet er echt niet uit. Laat ze liggen. Nee. Deze wel vet. Die neem ik wel al mee. Voor 3 euro. Trekpleister. Ze liggen er weer. Gaan ze binnen. Of kan dat zo met pakken? En dan kunnen ze nog meer. Uit de doos. Tot in deze weg. Ja, deze kunnen we voor 1 euro ook niet laten liggen. Hè? 4 euro met 75% korting. 1 euro. Ja, echt waar. Te veel om op te noemen.
echt wil op te noemen. Ja, ik heb het mandje gevuld. Ik heb het mandje heb ik hier, kijk eens aan. Ik ga ik eventjes hier neerzetten. Hè, dat is wel makkelijk. Ik heb twee, ja, tegenwoordig heb ik een extra stoeltje. Ik ga misschien een ander plekje krijgen. Het staat me af en toe een beetje in de weg. Maar goed, het is natuurlijk voor de gasten die er al aan zitten te komen. Want we gaan dit jaar een jubileumjaar doen. En dat gaat heel gaaf voor. Goed, goed, we gaan er één voor één uit door. Vorige keer is me opgevallen dat ik heel veel pot behandeld had die ik van de kruidvat, bij de kruidvat gescoord heb. Dus ik ga het vandaag allemaal doen. Ik ga een andere pot pakken. Ik pak een pot die ik bij de trekpleister heb gekocht. En dat is deze. Het is namelijk Aang with Momo van Avatar nummertje 534. Deze was zo ontzettend vet. Ja, deze was trouwens wel 9,95. Hè? Prijscategorieën liggen inderdaad. Je hebt pot van, bij de kruidvat heb je zelf een 5% korting. Dus die 3 euro. Je hebt ze van 6 euro. Je hebt ze van 10 euro. En voor 4 euro bij een Action trouwens. Kijk eens aan. Deze is wel gaaf. Avatar set van 4. 5 moet ik zeggen. Suki, Tuli, Admiral Zhou, Fire Lord, Azor en Aang Avatar State. Die is wel heel gaaf. Super. En dit is de Glow in the Dark editie. Aang with Momo. Ja, gaaf. Het is een pop met een extra pop erbij. Als jullie het goed zien. Heel erg gaaf. Gave pop. Ja, die gaat een heel mooi plekje krijgen in de collectie. Sowieso alle pops natuurlijk. En dan ga ik voor de volgende. Ja, dit is leuk. Want dit is een pop die eigenlijk ook al benoemd is in een andere video. Van, wow, had je die ook? We zijn het in de video voorbij komen. Ja, dat is wat deze in. Het is namelijk een Disney pop. Dit is namelijk van Onward. Het is namelijk Warrior Bailey. En dan de Special Edition. Ja, echt heel erg gaaf dat ik deze heb kunnen weten scoren. Ik ga proberen het stickertje eraf te krijgen zonder dat ik het doosje beschadig. Bij veel pops is het al gelukt. Ja, dit gaat ook prima. Kijk eens aan. Dat is deze namelijk van Onward. En het is een set van 4. Ian Lightfoot, Barley Lightfoot zit erin. En dat is deze dus. Weldon Lightfoot en Manticore. Kijk eens aan. Een set van 4. Nummertje 726. Warrior Barley. Ik vind de sculpt geweldig. Echt waar. Ik vind de sculpt geweldig. En dit is nou echt zo'n pop. Ja, die is niet traditioneel. Hij heeft zijn handen. Heeft hij open. Ik zit daar trouwens te denken. Nee, deze staat niet achterop. Warrior Barley. Ik heb wel... Barley Lightfoot, maar dit is een special edition, dus dit staat niet in de set. Ik vind de sculpt geweldig. Kijk eens aan. Hoe vette pop is dit? 726. Heel erg blij mee. Kijk eens aan. Yes, en dan gaan we over naar de volgende. En dat is... Ja, dus deze vond ik ook wel heel erg gaaf. Dan heb ik wederom een special edition. Er lagen heel veel special editions. Deze van de Kruidvat. 6 euro kost deze. Het is Captain Boomerang van de Suicide Squad. Ik moet erbij zeggen, dit is de tweede film Suicide Squad. Met waaronder een set van 800 Peacemakers zit erin. En King Shark zit erin. Rick Flag zit hier ook in. Die zat ook in deel 1 erin. Kijk eens aan, dit is een set. Ja, ik vind die volle films ook heel gaaf. En ik vond deze pops vond ik ook heel gaaf. Het is een DC pop van de Suicide Squad. Squad 1117. Hele vette pop. Al zeg ik het zelf. Ja, echt heel erg blij mee. Ja, echt heel erg gaaf. Deze heb ik al enige tijd geleden gescoord hoor, deze pop. Ja, DC. Ja, en kan ik jullie alvast vertellen, er komen meer DC pops aan. En daarbij wil ik te zeggen, de hashtag van vandaag is hashtag DC. Om mee te dingen aan die 30 euro shoptegoed. Hashtag DC. Want de volgende pop is DC Comics Bombshells. En ik heb hier, echt wat heel wat, mijn allereerste set die compleet had. Tenminste sowieso op YouTube, die ik heb laten zien. Van DC Comics. En dit is dan weer zo'n matte doos. Dit is namelijk Duella Dance. Ja, ik vond deze heel gaaf, want dit heeft namelijk een mini pop in de hand van de Joker. Ja, hoe gaaf is deze sculpt? Ja, en deze set had ik gewoon helemaal compleet. En dat vind ik apart, want ik had ze alle 5, inclusief de Chase van Catwoman. Maar deze zat er nu bij, 257. Die is er later bijgekomen. Geen special edition, hoewel, ja, raar, want hij staat niet in de set. Dus dan zou je zeggen dat het een special edition is. Zit geen sticker op, misschien dat die gemist is. Maar ja, ik vind het heel erg gaaf. En ja, goed, om die set toch verder compleet te krijgen. Het is trouwens wel gaaf, als je een full set hebt, dan komen er elke keer toch wel een post bij. Ik vind dat leuk tenminste. Zeker bij deze DC Comic Bombshell. Is dat de laatste DC pop? Nee, dan hebben we deze nog. En dit is ook heel erg gaaf. Ga ik hier proberen voorzichtig af te halen. Dat gaat heel simpel. Het is namelijk de Flash. En dit is namelijk van de DC. Noem het eens. Emperor editie. Volgens mij wel. Flash is een witte doos. Je hebt ook dozen die rood zijn. Laten we eens overstappen naar wit. Dit is de Flash 401. Ik had hier al van Batman. En ik had Robin. De Chase van Robin. En daar heb ik deze dus ook. Heel gaaf. Om deze aan de collectie toe te voegen. Ik had hem nog niet. De Flash. Ik had er wel die gele Flash trouwens. Is dat Reverse Flash? Volgens mij wel. Die had ik namelijk ook wel in deze set. Ja, ik vind hem heel gaaf. Ik vind de doos heel gaaf. Het gouden randje is natuurlijk geweldig. De achterkant is geweldig. En de pop is gaaf. De Flash. Heel tof. Ja, en dan zijn we weer aangekomen aan de laatste pop van vandaag. Ja, de laatste pop is
Save the Last to Best noem ik het wel. En dat is zeker bij deze het geval. Het is namelijk van Star Wars. Ja, ja, dat lijkt ook pof van Star Wars. Deze heeft er veel gelegen nog. Het is namelijk van de concept series, namelijk Han Solo 472. Kijk eens aan. Het is een set van drie. In het set zit namelijk ook Stormtrooper en Snowtrooper. Maar deze is gaaf. Han Solo, de concept series. Ik heb al aardige concept pops. Ah, deze is gewoon geweldig. Ik vind de doos heel gaaf. Die is een beetje, ja, wat is het? Een beetje retro-achtig. Dat is ook de bedoeling, denk ik. Hè? Om het een beetje retro aan te laten voelen. Kijk eens aan. En deze is een tandje terug, hoor. Deze is van de Pop Pack B. Ja, is op alfabetische volgorde ging dat vroeger. Ik weet niet of dat nog zo is, maar zo ging het vroeger wel. Dus die heb ik al een tijdje geleden gekocht. Dat kan misschien al wel meer dan een half jaar geleden zijn. Goed, tot zover deze 6 pops. Is dat alles? Nee, zeker niet. Want volgende week, zei het al, gaan we volgende video gaan we deel 4 doen van de hunt die we gedaan hebben. Ja, dit is eigenlijk hetgene wat ik vandaag met jullie wil laten zien. Wat kan ik alvast verklappen voor volgende keer? Veel Marvel wat er lag. Ja, en daar ben ik ook altijd enthousiast over. Ik heb een grote Marvel collectie en dit gaat echt wel mooie toevoeging worden aan de collectie. Heel erg gaaf. Yes, nou ja, goed. Dan gaan we lekker verder met hetgene waar we nog verder moesten doen. Hè? Want we gaan nog een winnaar bekendmaken. Ja, daar zitten jullie natuurlijk ook te wachten. Tenminste, de mensen die meegedaan hebben in de vorige video, die zitten te wachten op wie is nou die winnaar. Nou, laat jullie niet lang wachten. We gaan hem gewoon doen. Bam! Staat jouw naam naar boven. Hartelijk gefeliciteerd. Jij wint 30 euro shoptoet van Postbortel. Tenminste, moet je wel even een mailtje sturen naar altivista@gmail.com. En je moet natuurlijk inderdaad geabonneerd zijn, et cetera. Wat ik al zei. En dat controleren we. Doe eventjes je Instagram-pagina of je pagina gebruik. Je Instagram gebruikernaam eventjes in die mail zetten. Kunnen we even controleren of je inderdaad voldoet aan alle vereisten. En dan krijg je gewoon zo snel mogelijk die code. Dan kun je lekker gaan shoppen bij Postbortel. Laat even weten wat je gekocht hebt. Ik ben heel erg benieuwd. En vandaag wederom kans op 30 euro shoptegoed. Zelfde manier. Geabonneerd zijn, video gelijk. Ik zeg het allemaal. En die Instagram pagina van Postbortel. Ik zeg elke keer nog verkeerd. Moet je volgen. Echt heel gaaf. En je moet die hashtag doen. Hè? Welke hashtag? Ja, die heb ik tijdens de video al gezegd. Hè? Dus als het goed is, heb je al de video gezien. Dan weet je ook die hashtag. Dus heel erg veel succes. Yes, nou ja, wat gaan we naar meer doen? Deel 4. En er komen nog veel hele vette dingen aan. Ja, postpins hebben we ook heel veel gescoord. Dus dat gaan we ook nog een keer laten zien. Het wordt ook steeds meer pops die gaan we behandelen. Maar het wordt ook steeds leuker. Steeds gaver. We gaan richting Halloween. Beurzenpop. Ja, ja. Zeker te weten. Daar gaan we natuurlijk naartoe. Gaat een hele gave video worden. Of zijn we er al geweest? Nee, daar gaan we volgens mij nog naartoe. Nou. Denk het wel. Dus goed, daar gaan we natuurlijk een leuke video maken. En er komt nog heel veel hele gave content. Hè? En daar gaan we richting de kerst natuurlijk. Sinterklaas en noem maar op. Black Friday. Ja, we gaan heel veel hunten. We hebben ook een special edition. Een speciale video hè, voor het jubileumjaar. Dus goed, ga het niet missen. Hoe kun je zo het missen? Deel 4 wil je ook niet missen. Hieronder kun je abonneren. Doe dan druk een belletje. Als je de belletje dan krijg je een melding. Als een nieuwe video online staat, vandaag zie je het weer. Een hele verre kruid van Action Trekpleister video. Deel 3. En volgende keer dus deel 4. Heel gaaf. En aan die kant kun je een duimpje geven. Doe dat ook eventjes. Zou ik leuk vinden. Maar nog belangrijker. Het is essentieel om mee te doen. En 30 euro shoptegoed. Yes. Ik ben alweer benieuwd welke pop jullie het leukste vonden. Welke heb ik gemist uit DC? Mis ik een DC pop? Misschien wel, misschien had ik hem al. Hè? Wat zeggen jullie van, ik heb een hele gave koen. Die heb je misschien niet voorbij zien komen. Nou, laat even weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Groetjes, doei!